Mijn naam is Evi Rijmakers en super tof dat jullie kijken in deze nieuwe video op mijn kanaal. In deze video heb ik hier een pakketje voor jullie uit China. En dit is een pakketje waar ik ontzettend naar heb uitgekeken. Dus ik ga hem gelijk openmaken. Maar voordat ik dat ga doen zou ik zeggen, doe even een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Gaan wij gelijk beginnen met deze video. Ja, zoals jullie weten bestel ik regelmatig pakketjes uit China. En ben ik vooral aan het kijken dat je goedkope film equipment kunt kopen of zelf kunt maken. Een tijdje terug kon je zien dat je eigenlijk shouldercam kunt maken om makkelijk te gaan filmen. En als je alles goed vast hebt gezet, krijg je ongeveer dit resultaat. Maar ik heb dit pakketje gevonden in China. En dit was slechts 25 euro. En je zou nou ook een hele makkelijke en portable shouldercam in zitten. Dus ik ben echt benieuwd. Ik ga hem gelijk openmaken. Nou, de verpakking natuurlijk, ja, die kennen jullie in China. Het is niet de mooiste verpakking, maar dat maakt niks uit. Het gaat natuurlijk om wat erin zit. Zo. En voordat ik ga zeggen, ik was natuurlijk echt tevreden op de slider die ik had. Maar het was vrij zwaar en je kan hem ook niet makkelijk invouwen. Maar deze gaat er wel bij te kunnen. Je ziet hem al zitten, dit is hem. We gaan hem even uit de verpakking halen. En holy moly. Wat een apparaat. Ja, hij is ontzettend log zoals je ziet. Maar je kunt hem helemaal verstellen als het goed is. Dus even de uit gaan vouwen. Even kijken hoe het werkt. Zo denk ik. Ja. En dan deze uit. Deze uit. Die uit. Oké, even kijken hoe ik hem nou heb. Oh, dan moet deze nou zo gedraaid worden, denk ik. Zullen we even kijken hoe dat die werkt natuurlijk. Ja, ik heb hem. Oké, jullie zagen hoe klein het pakketje was, maar je kunt hem helemaal uitvouwen. Dan heb je hier een stang, die kun je achter je rug schuiven. Dus op deze manier. En dan kun je hem zo naar voren houden. Ik vind hem zo nogal lang. Dus ik ga kijken dat ik deze beugel naar binnen kan laten staan. En volgens mij kan dat ook wel, dus je kunt hem helemaal zelf stellen. En dan staat hij zo. Zou dat ook kunnen? Ja, dat kan ook. Ja, mooi. Noem maar zo. Ja, het is natuurlijk meer even kijken hoe het makkelijkste werkt, maar dat kun je zelf ook nog voor jezelf gaan bepalen. Deze stang die kun je achter op je rug zetten. En zo kun je hem gewoon makkelijk stevig vasthouden. En dan kun je je camera opzetten. En dan kun je hem zo eigenlijk makkelijk gaan doen. Is het lekker in de hand? Je kunt hem makkelijk vasthouden. Ik vind het erg fijn. En je kunt hem zo ook nog gewoon zo zelf draaien eventueel. Mocht je wat recht voor je willen opnemen. Ik zal die achterstang trouwens even vastzetten, dat is makkelijker. Zo. Kijk, dat is makkelijk. Kan je hem achter je rug om doen. Dan kun je hem eigenlijk zo bewegen. Nou, ik moet zeggen, het is wel even wennen. Ik heb hem nou natuurlijk achter tevoren. Ik ga even kijken wat de makkelijke stand is. Maar ik vind het wel erg fijn zitten. En ik moet zeggen, het ziet er ook wel vrij professioneel uit natuurlijk. Het is een mooie, degelijke stalen frame. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je camera vanaf valt. Hierbovenop zit een moer waar je camera op kan zetten en die kun je gaan bestellen. Ik denk wel dat ik een quick release plate op ga zetten, dat ik makkelijk van camera kan wisselen. Maar ik vind het wel erg handig, ja, en makkelijk stevig uit te zien. Verschillende gaten zitten hierin voor dat gewichtbesparing, maar dan kun je ook verschillende accessoires op vastzetten. Hier kun je bijvoorbeeld een lamp indraaien of statief. Of statief audio bedoel ik. Ja, ik ben hier wel echt tevreden over. En je kunt zelfs nog deze bout opendraaien, zie ik. Om zo uit te strekken. Nou, deze, ja, ik zou zeggen, linkje staat in de videobeschrijving waar ik hem heb besteld. Ik vind hem ontzettend vet uitzien en hij werkt ook goed. Hij is stevig en ik ben niet bang dat ik mijn camera afval als ik hem opzet. Jongens, ik ben super tevreden hiermee. Dus ik zou zeggen, doe was dat duimpje omhoog als je het ook een tof product vindt. Een tof slider. Dat ik met slider. Doe was een duimpje omhoog als je het of een toffe shouldercam vindt. En wil je meer informatie weten, link staat in de beschrijving. Hij ziet echt super vet uit. Ik ben wel verder erg benieuwd naar hoe dat hij werkt eigenlijk en of het fijn werkt. Ik ga hem even uittesten en dan kun je zo meteen wat testshots zien. Ik zou vast zeggen, doe je blauwe duimpje ook als je het tof vond. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Maar nog niet wegklikken, hier komen de testshots aan. Ik zie nou net trouwens. Ik heb niet goed gekeken. Er zit gewoon een beschrijving bij hoe dat je hem kunt instellen. Oeps. Even kijken. Je ziet hem hier achter al staan. Er zijn verschillende standen waar je hem op kunt zetten dus. Oh, nice. Oh ja, ik had veel leden moeten kijken. Je kunt hem in 4 verschillende modus doen. Als eerste kun je hem op de lage stand doen. Daarbij zet je eigenlijk dus de handvaten omhoog. Even kijken, de handvaten omhoog. En het voorste deel klap je hem al in. Oké, dus dat is dus zo. En dan doen we deze eventjes onderbuigen weer.
Dan kan die natuurlijk weer weg. Oh kijk, je kunt het er zo zetten. Kun je je camera tussen zetten, dan heb je eigenlijk een soort rodent shot. Kun je heel makkelijk zo bewegen. En kun je heel steady filmen vanaf laag positie. Oké, okay, oh, super vet dat dat ook kan. Toch voor het aan boeren een boekje eerst lezen. Dan heb je figuur 2. En bij figuur 2, daar kun je hem... Oké. Okay. Dan moet je deze naar boven blijven buigen. Oké, zo is het. Wat is het? Je moet zo inkomen. Oké, je moet zo opzetten. Dan moet je deze buiten draaien. Oké. Kijk, deze buiten draaien. Dat klopt. Die nootjes is dan alleen. Dan moet je deze naar binnen. Dan kan je naar buiten draaien. Oké. Die kan je binnen. Oh, ik zie het al. Voor die tweede dan moet je de stang eraf halen, deze. En die moet je dan zo draaien. Kijk, nu zie ik hem. Zo draaien. Zo, dan zet je die zo. Kijk, die zo. Deze aan deze kant. En dan moet deze ingeklapt worden. En die kan dan weggevouwen worden. Kijk, dan kun je je camera hierop zetten en dan kun je hem eigenlijk zo vastpakken. Of je kunt hem dan zo vasthouden. Dat lijkt me niet fijn werken, maar ja, het is een optie. Je kunt hem ook gebruiken als shouldercam. Hoe ik hem net had. En je kunt hem vervolgens gebruiken voor zwaardere camera's op... Oh ja, je hebt dus twee standen. Je kunt deze naar buiten doen. En dan kun je hem zo achter je rug zetten. Dus dan eigenlijk met de stang ook andere kant op. Ah, andere kant op zei ik. Zo. Kun je hem zetten, dan heb je dus een lange stand. En je kunt dus ook deze invouwen voor een kortere stand. En je zou weer aan de achterkant nog een gewicht aan kunnen zetten. Zodat hij niet zo zwaar eigenlijk op je schouder zit. Dat het gewicht meer naar achter staat. En je zou hem ook, ik heb hem nu recht gedaan. Maar je zou hem ook iets naar boven kunnen zetten en dan zo klemmen. Zodat hij ietsjes lager bij je borst zit. Als je iets vanaf beneden kan filmen. Ja, dat is net denk ik wat je fijn vindt. Dat je omhoog of omlaag kan filmen. Vond je nou een tof video en een tof product? Doe dan vast dat duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je nieuw was. En zie ik jullie vast de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Maar niet wegklikken, nee. Hier komen de testshots aan.